We zijn heel erg een regio gericht op talenten, op high-tech, op het beste van het beste. Maar we vergeten misschien ook wel een beetje de onderkant van de maatschappij. En daarom is in de wijk Vaartbroek een nieuw initiatief gelanceerd om kinderen te helpen die de dupe zijn geworden van de coronacrisis. Door onderwijs op afstand hebben kinderen uit arme gezinnen soms een flinke achterstand opgelopen. Ja, het wordt wel extra zichtbaar, omdat je nu ziet bijvoorbeeld laptops, boeken. Er moet een heleboel meer worden aangeschaft. En als je echt naar de echte cijfers kijkt, zoals bijvoorbeeld ook de Biep Eindhoven je doet, dan zie je ook dat er dus nog steeds heel veel kinderen zijn die geen laptop hebben, geen wifi thuis. Dat is gewoon echt wel een probleem. Spot On wil op termijn de hele stad bedienen, maar begint op kleine schaal in Vaartbroek. Omdat we gezien hebben dat de doelgroep waar wij ons op richten hier groot vertegenwoordigd is. En we hier ook een aantal basisscholen gevonden hebben die heel graag met ons de start willen maken. Dus 1 en 1 is 2 dan. De organisatie werkt met vrijwilligers die spotters genoemd worden. En zij hebben de taak om de achterstand weg te werken door kinderen te prikkelen. Nieuwsgierig maken en laten leren en eigenlijk leren. En vanuit daar bijdragen aan betere schoolprestaties, rustige omgeving thuis creëren. Doordat er focus is, dat er iemand helpt bij huiswerk plannen, huiswerk maken. De organisatie is nog op zoek naar nieuwe spotters. Zij kunnen zich aanmelden via de website www.spoton040.nl.